toffe kijken naar jullie video op mijn kanaal. We zitten direct in een game. Iets anders wat ik zeg. Maar in ieder geval, Steppers erbij. Als jullie hem nog niet kennen of nog niet hebben gezien, en jullie kennen hem vanaf nu. De vorige video van Driving Empire, normaal komen die achter elkaar online, normaal gezien. Dus in ieder geval, vorige video hebben we dus deze Audi RS 7 Sportback hebben gekocht. Oh, daar rijdt Sepp even voorbij. Gewoon met een noodgang. Maar ja, Sepp, laat je stemmen zo, of ja, stel je toch nogmaals even voor een 10 seconden. Ik ben 19 jaar oud en ik ben echt blij dat ik weer in de video kan meedoen, omdat het is altijd gezellig. Yes. Dus ja, dus ja, kunnen dat ook. En ik zet nogmaals de Twitch en eventueel de Instagram van Seppe in de beschrijving. Kun je ook hem even volgen op Twitch en volgen op Instagram eventueel. Vind je het goed? Of heb je ook je Instagram? Wil je daar ook volgers op of niet? Mijn Insta boeit niet echt veel. Nee? Oké. Okay. Ja, dan, ik heb de vorige keer gezegd dat ik het ging doen, maar dat zal ik alleen nog op zijn Twitch zeggen. Want zijn Twitch is, ja, dat gun ik hem sowieso, want ja, daar wil hij ook meer volgers op. Dus, Twitch, dat komt sowieso altijd in de beschrijving, maar Instagram dan niet, in ieder geval. Zo weet je dat. En, ik kom niet meer om mee te vullen of te praten. Deze hebben we dus gekocht vorige keer. Vorige video van Driving Empire heeft mij, wat was het, 600k denk ik gekost. Want ik heb nu 1.7. 1.750.000 en toen had ik, wat was het toen, 2. Punt, bijna 2 miljoen, 2.158.000 was het dus per, ja toch wel 500.000, 600.000 gegeven. En dan gaan we nu, dus ik heb de vorige video al aan het einde gezegd, welke auto we gaan kopen, ja dat is het begin denk ik, van de video. Want ik zei, die wil ik kopen, die is duurder dan die, hè, en dat doen Audi uiteraard. Want toen zei ik, deze is iets duurder als de andere, die heb ik toen ook aangewezen. En dat ik dan meer geld overhoud dan wat ik het toen had eigenlijk. Als ik dan maar een klein beetje daarvan kwijt ben, en dan weet ik sowieso dat ik de andere ook kan kopen omdat die goedkoper was. En dat was dus deze, Audi RS Q8. Gaan we kopen, is het nog aan het laden? Ik wil niet laden precies. Ik heb een beetje lijk, maar het is wel goed. En we gaan deze, dit moet een passenwagen worden, dus we gaan hem matzwart gooien, verlagen als er een optie is. Ja, dus dat gaan we sowieso doen. De velgen anders doen. Dus, deze velgen, niet zo mijn ding. Dus bijna 100.000, op precies 98.000 op de kop. En dan kopen we hem. There you go, hij is gekocht, maar daar is nog niet mee gedaan, want dan zou ik zeggen, bedankt kijken tot de volgende video. Nee, nee. We gaan hem nu in ieder geval al, ja, we gaan hem pimpen, dus oké, zo. Oh, een beetje lag. Ja, maat. De lag, joh. Oh, maat. Mijn computer kan precies niet meer aan. Oké, die. Ik zeg bye bye. Jij gaat verwisseld worden met een andere. Want je kunt niet meer auto's tegelijk spannen. Vind ik wel jammer. Ik vind dat ze moeten toevoegen. Dat je gewoon kunt kiezen hoeveel auto's je gewoon naast elkaar parkeert of zo. Nee, maar dat zit er niet in. Dus die is nu weg. En dan gaan we deze even doen. En zo zetten we hem vanaf hier neer. There you go. En dan gaan we naar de pimp. Of op kastje duwen we. En dan gaan we pimpen. Oké, Sepp, je ziet normaal mijn scherm ook. Dus je mag weer uiteraard mee helpen beslissen. Zelfs met de pimpen. Of met de paintdinges. Ik zal wel zeggen als het zover is. There you go, die zit erop. Dat is de engine alleen nog maar. Ja, als jullie af en toe geluiden horen. Van meldingen. Ja, mijn gsm staat aan. Maar ik moet even de meldingen aan hebben. Dus. Sorry is dat even stoort, maar mijn tweedehands moet ook eens moeilijk verlengen. Dus wil je even een promotie doen, check zeker het linkje van mijn tweedehands account of mijn profiel. En dan kijk even naar zoekertjes. Als je iets wil van mij, wat voor mij is geweest op mijn tweedehands, kun je zeker altijd een kijkje nemen. En iets bestellen of kopen van mij op tweedehands als je een tweedehands account hebt. En je wil iets van mij, wat voor mij is geweest, check het zeker. Maar ja, als niemand iets koopt, ja, dan blijven die zoekertjes er online staan. Dan moet ik ze uiteraard verlengen, want 28 dagen staan die online. En vaak 3 weken, dus 1 week op voorhand krijg ik de melding om die te verlengen. Dus ja, soms wel vervelend. Maar goed, verder naar de video. Oh, wat heb ik die gedaan? En de brakes. Nou, zit erop, tires nu. There you go. En dan nitro. Is er een bladerse? Moet ik het beter.
Zo. En dan alle drive staat eruit dan op. Het zou raar zijn dat er bij deze pick-up toch niet zo op staan, hè? Dus nou, weer melden. Pick-up. Ja, ik zeg wel pick-up, maar het is geen pick-up. Het is zo'n SUV bedoel ik. Als het hier niet op staat, alle drive, dan weet ik het ook niet meer. Oké, dan hebben we dit gedaan. En nu mag je kijk eens hebben. Hoe gaan we hem doen? Mat zwart wil ik sowieso. Maar zullen we hier ook, gelijk vorige video, underglow onder doen? Of ja, neon onder de auto? Vind je dat? Dat kan wel bij deze auto. Ja, vind ik Meestal ook is wel. dat bij sportauto's. Oh? Meestal is dat bij sportauto's. Ja, maar deze, dat gaat raar klinken. Want dit is een SUV. Maar als je die helemaal echt bruut pimpt, dan kan het ook wel een drag-race auto zijn of een sportauto. Ik bedoel, dit vind ik echt een patserbak voor een, ja, ik weet niet, voor een sportauto kan het wel zijn. Zo, doen we wel gewoon YOLO. Maar niet dit. Dan gaan we hier. Welke kleur zeg je dus? Groen misschien? Of iets Ja, bruters? Wat is bruut? iets donkerder groen dan, als je groen pakt. Ja, Zo. dat. Dat is beter. Oké, doen we dat. There you go. Nice. En dan komen we nu. Ja, Nitro Effect. Ik kan nu wel een kleurtje geven op zich. Doe maar. 2. 5, 5. En dan 0. Voilà. Dit doen we gewoon zo. En dan nu de paint. Dan gaan we het er mat maken. Oh, mat. Dit is nice. En dan doen we 0, 0 en 0. Dit is het zwartste van het zwartste. Ja, maat. Dus, Seppe, zeg je eerlijk, wat vind je ervan? Netjes, maar echt netjes. Jazeker. Wat is eigenlijk je droomauto? Die zit ook in de game, ook gelicentieerd. Dat zal ik zelfs laten zien. De kijkers weten het ondertussen, maar die zit in de game en die heb ik ook gekocht. Die heb ik al een tijdje geleden gehad. Toen was dat nog niet de echte naam. Maar toen is die eruit gehaald, heb ik wel mijn geld teruggekregen. En nog een paar, wat was dat? 125% van alles krijg je normaal terug. En uiteindelijk heb ik hem dan opnieuw gekocht. Ik zal hem zelfs laten zien. Interieur. Laten we die misschien zo doen. Zoiets. Blauw. Wat gaan we doen, man? We kunnen ook kijken, misschien geel. Nee, maat. Doen we misschien zoiets. Of dit misschien. Ja, doen we gewoon dit. Gewoon een beetje clean, een beetje normaal. Ja. Oké. De rems nu, daar gaan we wel andere dingen op zetten. Deze misschien kan, maar ook weer niet. Deze, ja, ik vind deze. Weet je ook? Ben je het mee eens? Deze velgen? Ja, die zijn eigenlijk echt van nice. Oké, doen we Hoeveel dat. kosten die zelf? Die kostte 13.000, zag ik. Ah, dat valt nog mee. Ik Ja, heb maar als meestal je echt. echt 13.000 voor velgen betaalt, hoe Ja, zeg je? dat valt wel hoor. Zo. Reflectie. Vlees zwart. Zwarte auto's, zwarte velgen zeggen sommigen dat kan niet, maar ik vind het gewoon wel echt bruut. Hoe meer zwart op een auto je wil, hoe bruter vind ik. Vind je dat ook niet? Dat is altijd nice op een auto. Daarom. Volt. Maakt het ook stoerder, hè? Dus. Ja, dan maakt het ook zo die badass ook. Mooi, in het donker, de auto zie ik niet meer. Kom door je in dat menu zat. Zo, en dan zo. Eigenlijk alleen, deze auto bestaat alleen uit, ja, uiteraard uit metaal en blik en zo. Maar ook gewoon de kleur is zwart en rood. En ja, oké, okay, het interieur is een beetje grijs. Maar dat heeft tegen de zwarte kant. Dus ja, dat is toch. Ja, zwart en rood zijn de meeste kleuren dat erin zitten. Zoveel kleur. 55, 0 en 0. There you go. Zo, alleen verlagen kun je niet, dat vind ik wel jammer. Je kunt het niet verlagen, want ik vind deze, als die verlaagd was, dan was het echt zo een patserbak en echt zo'n stoere raceauto of zo, ik weet niet. Dit zou dan echt zo, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Oké, dan hebben we alles normaal gedaan en dan gaan we hem even rijden. En ondertussen heeft Seppe ook zelf een auto gekocht. Welke auto heb je gekocht, zeggen de steden kijkers? Ik heb een. Wacht even, mijn game is een beetje traag. Ik heb
heb een 2019 Revenanta Brown Elf. Ja, oké. Okay. En dan gaan we eens even een race doen met deze. Kijk, als deze echt wel goed is in races. En als die echt wel wat kan hebben met races. Dus kom even mee. Ja, je kent, het is ondertussen veel veranderd in de map. Je hebt zo'n plek waar je allemaal races kunt doen. Dus, ja, niet meer zoals vroeger zo'n beetje verspreid. Jawel, die zijn er ook nog, maar je hebt dan hier, hier aan de rechterkant is dat. Daar kun je ook gewoon, als je het boot linksonder op dat blauw icoontje doet, van dat, van die, zo die checkmark ding eigenlijk. Daar, als je daar naar teleporteert dan naar een race, dan kom je altijd hieruit. Dus het is nu echt zo'n area voor de race. Ah, oh, hierboven staat er letterlijk. Ik was een tijdje geleden aan het zoeken voor een highway race. En hierboven staat letterlijk de naam. Ik was de hele tijd aan het kijken naar per race welke dat was. Welke de juiste was. Maar goed. Drag race gaan we doen. Dus even kijken waar die nu staat. Ah, hier rechts, die laatste. Oké. Okay. Nee, go. En dan teleporteren. Ja, we konden ook naartoe rijden, want dat is niet zo heel ver. Maar we gaan maar even naar hier. Want ik weet, ik heb, dat is, die hebben jullie ondertussen ook gezien, dat ik een Bugatti heb gekocht. Omdat de Porsches was gelicentieerd, dus gelicentieerde Porsches, de echte naam in ieder geval, was er in. En toen, al de Porsches die ik had, zijn eruit gehaald en die worden nu vervangen door de echte naam. En daarom heb ik nu heel veel geld bijgekregen. Hoe gaat het snel zijn? Ja, ik was ja. Oh, dat is toch goed, dan hou je RSQ achter van wind, ja. Nee, go. Maar het is wel veel trager, maar als ik met mijn Bugatti doe, ja, dan moeten we deze race nog eens even doen als je wil, wacht. Nu moet je niet teleporteren, dan kun je gewoon terugrijden normaal. Maar gewoon daar aan het einde is het. Maar hier wil ik even een drag race betesten, want die, als ik, ja, deze, misschien een 4 à 5 seconden haal ik dit. Hier moet je even in staan. Oh, bijna een botsing. Oh, maar die, als ik achteruit rijd, dan drift hij echt alle kanten op, niet normaal. Als ik dan een beetje aan mijn stuur zit, maar ja. Oké, bijna 3, 2, 1, oké. En dan kijken we, deze is echt in een noodgang weg. Vroeger weet ik nog met de Bugatti, daarom had ik ook toen de Porsche is nu dus ook verwijderd. Maar toen had ik de Porsche Taycan. Ja, weet je me wel, de Porsche Taycan had ik toen. En daar won ik dit mee. Maar toen ik de Bugatti en die Porsche had, won deze Bugatti, was die veel trager dan de Porsche. Maar ik denk nu, tot echt deze. Kijk hier. 5,5 seconden. 5 seconden en 5 milliseconden. Maat. Oeh. Ik heb nu gewoon de auto gevonden die alle races makkelijker wint. En in de bocht is wat ik nu even zo doe. Ja, wacht hè. Dus ik moet bijvoorbeeld eens een bocht die ik moet nemen. Die voilà, heb en ik ben weer weg. Ja, als ik wel. We willen even oefenen, maar die wil ik dan even zo rijden. Ik zal hier een volle vaart wel een beetje afremmen. Maar uit dan hier wat draaien. Zie je, up. Oh, ja. Dat was dus iets te hard. Ik moet wel een beetje gewoon de controle houden, maar. Weet je wat we doen? Dus even de highway race. Dus teleporteer maar gewoon naartoe, hier links. En dan races. En dan highway. Zo. En dan kom je hier. There you go. Deze, ja, die acceleratie noemt eigenlijk, is deze ook wel redelijk goed. Zover ik weet dus. Hoe hard gaat die max die van jou? Die Bugatti bedoel je? Mm-hmm. Straks je test, sowieso meer dan 500 km per uur. Ja. Ja, echt. Bij mij 555 of 50 of zoiets was het. Of 60 denk ik. Oh, ga ik nu even testen op deze weg. Ik ben ook aan het driften, maar ik zou even een tip geven, altijd gras blijven geven, want dan ben je zo snel mogelijk weg. Denk altijd als die race aan het laden is en als ze nu het aftellen is, gewoon gas geven, zou ik aanraden. Doe Google, dit zien we, dan ben je direct weg. En ook direct de shift, of ja, bij mij is de shift, de boost die valt, of de nitro, gewoon ook wel direct de knop in duwen. Dan ben je zo snel weg, normaal. Zo, ja. Deze laat nu nog sneller als toen die, voordat hij de game uitgehaald was, toen ik die ook had, is deze echt nog net sneller. En toen was het volgens mij 30 of 31 seconden dat ik altijd had, en nu volgens mij 26 altijd. Oh, even remmen. Zie je, deze is nu echt nog net iets sneller, maar niet normaal. Oké, okay, maar ja, nu ben ik mijn andere auto aan het racen.
Dus we gaan even die we vandaag hebben gekocht. Wil ik ook nog even deze track race, of highway race mee doen. Dan go. Teleporteer, ja, dat is een stukje rijden, dus teleporteer maar weer even naar de highway. Als je wil. Zo. We gaan even kijken hoe snel deze erin is. Oh, echt leuk. Zo, denk ik wel. En trouwens, je achtergrond zijn geen gewone personen, hoor. Nee, Dat dat is zijn niet. NPC's, dat hebben ze ook laatst toegevoegd. Al een tijdje geleden hebben ze dat toegevoegd dat er NPC's voor het leuker te laten uitzien dat die mee moeten doen. Dus die rijdt nooit voor winnen van die gast. Maar het ding is, als die zouden winnen met een race, ja, dan ben je eigenlijk diegene, de echte persoon die dan er. Die dan als eerste finisht, ja, die stel ik dan op de eerste plek, zeg maar, snap je? Dus die krijgt dan ook het meeste geld. En die NPC's of zo, of die robots, die krijgen uiteraard geen geld. Hè. Ja, die dan eigenlijk als echte online persoon, die dan als eerste is eigenlijk buiten de NPC's, die krijgen altijd geld en die krijgen op de eerste plek. Ja, als die met langere reis, dan haal jij mee. Dan is deze echt, de topspeed is deze niet het beste, merk ik wel. Dat lijkt ook echt heel traag dat ik rijd, terwijl ik laat ik bijna 300 km per uur rijden. Hier heb jij eerste plek, ja. En de 42 seconden en de andere 26. Dat is gewoon echt iets minder als bijna het dubbele dat die andere sneller is. Of ja, volgens mij wel, ja. Dus deze is gewoon het dubbel zo traag, bijna. Scheelt niet veel. Oh man. Maar ik heb wel een lege battenbak. Voor trackraces zou deze wel goed kunnen zijn, maar voor zo'n lange races. Ja, dan leidt het gewoon echt tot je maar 50 km per uur rijdt of zo. Terwijl ik letterlijk 300 reed. Dat merk ik wel. Dus ja. Hier, ik doe nu niks, geef geen gas en ik rijd gewoon hier naar beneden. Hey. Maar goed, dan gaan we de video afsluiten en dan hebben we nog. Ik weet niet of we zelfs nog een duimpje kunnen opnemen. Hoe meer video's, hoe beter, ik zeg altijd. Maar misschien gaan we dit geld even houden voor eventueel upgrades of voor andere dingen. Dus dat zien we dan wel. Bedankt voor het kijken. Hoop dat jullie deze video leuk vonden. Like en even meer. Abonneer je nu op je naam. Zie ik hoop ik krijg terug bij de volgende video. Wil Seppe nog iets zeggen? Dus, voor je het vergeet, komt nu in beeld door meer dan 81,6% die geabonneerd. Heb ik laatst gezien. Dus ben je een van die 81,6% en jullie weten dat dat is echt bizar veel. Als iedereen ervan abonneert, op dit moment zelfs, hè, van hoeveel weergave krijg je, is 81,6%. Dus iedereen abonneert, dan heb je misschien 10 of zelfs 20.000 abonnees, heb ik zo'n beetje berekend. En je kunt dat ook zien, daar heb ik ook achteraf nog naar gekeken, dat je gewoon kunt zien hoeveel het gemiddelde is dat willekeurige kijkers zijn die niet geabonneerd zijn. Dus als jullie er allemaal van abonneren, zijn het er zelfs tegen de 25.000 aan. Stel je voor dat ik ooit 25.000 abonnees heb. Dan kan ik gewoon geld verdienen. En dan pakt er 10.000 van vaste kijkers zijn. Ja, dat zou echt heel veel helpen. Dus alsjeblieft, abonneer allemaal. En dan halen we ooit misschien die 1.000 abonnees. Daar gaan we sowieso voor gaan voor 2025. En dan zeg je al bijna, het is nu bij. Voor mij is het mogelijk in september. En dan is het nog 3 maanden. En dan is het alweer een nieuwe jaar. Of een nieuw jaar. Dus misschien ten laatste 2026 wil ik die 1.000 abonnees sowieso hebben behaald. En dan moet ik kunnen geld verdienen. Dus even dat. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Zeg zoals altijd. Later. We going in circles.